Goedenavond. Steeds meer mensen ervaren geldzorgen. 3 op de 10 volwassenen zijn somber over hun financiële situatie. Met name jongeren tussen de 18 en 25 jaar maken zich grote zorgen. Ik heb nu contact met Natasja Naron van Gabriel Financiële Bescherming. Mevrouw Naron, van harte welkom. Hoe kan het dat geldzorgen zo toenemen bij mensen? Ja, in het algemeen geloof ik dat geldzorgen zijn te verdelen in 2 soorten mensen, zeg maar. Je hebt of de mensen die het algemeen zich erg zorgen maken, ja, of mensen die weinig grip hebben op wat komt er nou precies binnen, wat gaat eruit en kom ik wel uit. Ja. En met name voor die tweede groep is alle stijging van de prijzen, met name voor basisbehoeften als boodschappen, ja, die zijn zo gestegen, weet eigenlijk ook niet zo goed waar het precies naartoe gaat. Ja, en dan als je al niet genoeg grip hebt en dat komt er nog een keer bij, ja, dan geeft het gewoon echt wel veel geldzorgen voor mensen. Ja, welke mensen kloppen dan bij u aan? Ja, je ziet het inderdaad wel iets meer nog bij jongeren en ook alleenstaande ouders. Dat uw zorgen erg zijn toegenomen. En in het algemeen, ja, heb je dus wel iets meer de mensen die al niet helemaal precies weten wat komt er in en uit. Kijk, je hebt gewoon een aantal fanatiekelingen die echt wekelijks gewoon bijhouden van, ja, wat geef ik uit? En een goed zicht op hebben, goede Excel-sheetjes bijhouden. Maar dat zijn uitzonderingen, denk ik. Ja, een beetje wel. Je hebt een grote groep mensen die vinden het gewoon echt helemaal niet leuk om mee bezig te zijn. Ja, en dan heb je wel als gevolg, ook als dat je dan al wat krapper zit, dat je dan een beetje het grip ontbreekt. Ja. En als er dan meer uitgaat dan je gewend bent, omdat die kosten stijgen, ja, dan kom je ook af en toe gewoon niet uit. En dan ontstaan er echt zorgen. Ja, u noemde het net al, het zijn met name de mensen tussen de 18 en de 25 jaar die zich veel zorgen maken. Waarom specifiek deze groep? Ja, uiteindelijk elementaire dingen als boodschappen, dat is voor iedereen een stijging. Maar op het moment dat jouw inkomen relatief wat hoger is, ja, dan is die stijging in verhouding minder dan voor jongeren die al niet zo heel veel hebben. Ja. En dan wel ook die kosten laten stijgen. Ja, en zijn er oplossingen? Welke oplossingen reikt u aan mensen die bij u komen aankloppen? Zeker, ja. Waar ik heel erg in geloof is om in eerste plaats heel erg na te denken van welke dingen zijn nou echt waardevol voor jou? En hoe verhoudt dat zich tot wat je uitgeeft? Om bijvoorbeeld even een concreet voorbeeld te noemen. Ik heb zelf gewoon jarenlang 2 keer per jaar kleren gekocht. Ja, zo was ik het een beetje gewend. Dat doen allemaal mensen om me heen. Tot ik op een gegeven moment realiseerde van ik geef daar gewoon niet zoveel om, in kleren. Ik heb er geen waardeoordeel over, maar het past niet bij mij. Dus ik heb toen ook iets bedacht bij mezelf. Ah, laat ik eens een jaar geen kleren kopen. Ja. En vind ik dat vervelend. En gewoon doorgebruiken. Nou, ik kwam tot de conclusie dat ik dat niet vervelend vond. En nou, dit is een voorbeeld wat voor mij geldt. Maar ik denk, heel veel mensen maken gewoon onbewust geven geld uit. Terwijl ze niet standaard nadenken van welke dingen vind ik nou echt belangrijk. Ja. Dus als je daar meer over na gaat denken, dan denk ik wel dat voor veel mensen er echt wel uitgavenbesparingen mogelijk zijn. Dus je zegt eigenlijk prioriteiten stellen, dat is het... Nou, dat in combinatie met het inzichtelijk maken. Ja. Dus als je en weet welke dingen nou echt voor jou waardevol zijn, en je weet wat er inkomt en wat eruit gaat, voor nu en in de toekomst, ook als dingen veranderen. En als je die twee combineert met elkaar, dan kan je dus ook echt keuzes maken als je ziet er komt meer uit dan erin gaat, op welke dingen je bespaart. Ja. En dan kan je wel de dingen blijven doen die belangrijk voor je zijn. Ja, Natasja Naron, hartelijk bedankt voor uw toelichting.